Eens kijken, mijn eerste ervaringen. Het aardige is, je kunt hem inderdaad gewoon ronddraaien. En we gaan dus eerst even browsen. Nu.nl. Wat heeft de post gezegd vandaag? Ik ga er eens even heen. Dubbelklik. Draaien. Nog een keer erbuiten. Hij bruist echt gewoon lekker snel. Ziet er prachtig uit. Het scherm is mooi. En ik kan het lezen zoals ik zelf wil. Als ik natuurlijk eens even kijk naar de site trouwens. Die deze mensen van www.n8w8.nl. Zij hebben de iPad meegenomen en die hebben dus gewoon geen flash. Ja, geen flash site. Dus dat is inderdaad, je hebt geen flash, dus alles wat met flash te maken heeft, dat zie je niet. De YouTube client. Echt een mooie YouTube client, die ziet er echt prachtig uit. En ik wil even naar een iPhone review gaan. Een iPad review. Play. Ik zie het hier. Even het geluid aan. Draaien. Deze man is helemaal enthousiast. Het stikt van de reviews van de unboxing party van alles. En YouTube is een fantastisch kwaliteit. En you know what I have in this bag? Oh, it's an iPad. Hi. I can't believe it. Ja, deze jongen die ken ik. Goed gebeuren. We gaan weer eens even kijken naar de gewone applicaties die we kennen, zoals de Google Maps. Hoe ziet dat eruit? We zijn hier op de Harry Koningsbergstraat. Alles draait gewoon heerlijk snel. Ik wil eens even kijken hoe Street View eruit ziet. Ja, dat is echt gewoon heel mooi, hoe dat bijna video. Overal in kijken. Beetje snelle verbinding en alles ziet er gewoon fantastisch uit. Kan ik mijn e-mail even bekijken? Nu zit je meteen in je e-mail. Als ik eventjes draai, dan krijg ik ook meteen aan de zijkant alles erbij wat ik wil zien. Amazon.com. Draaien zie je in het mailtje. Ja, alles is gewoon meteen perfect leesbaar. En natuurlijk alle websites draaien als een trein. Hij is gewoon snel. Je hoeft nooit te wachten. Er zit geen hik in. En dat is gewoon hartstikke lekker. Kunnen we ook nog een gamepje spelen. Ik heb even Real Racing HD aangeschaft voor $14. En dat is inderdaad echt een game die speciaal voor de iPad is ontwikkeld. Oh. Geluid is prima. Beeld is fantastisch. Ik wil het zelf gaan doen. Kom. Dit zijn de echte tijden van het laden van de game. Ik wil gewoon even een snelle race doen. Oeps, hij mag wel iets. De VGC, even een hatch, kan eventjes het autootjes kan ik kiezen. Oké, we gaan. Hop. Go, 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 go. En ik kan gewoon weer genieten van het leven. Wat is er beter dan op eerste paasdag gewoon een paar auto's in elkaar te rammen. Iedereen ziet dat ik inderdaad niet kan gamen. Niet kan, maar dit is echt gewoon van, dit is de manier waarop je wil, waarop je een ding wil spelen. Geluid is goed, beeld is prachtig. User interface mooi.
Ja, en een iTouch die 5 keer zo'n groot schermoppervlak heeft, dat is natuurlijk gewoon fantastisch heftig om mee te werken. Ja, de echte test moet natuurlijk beginnen, want we gaan hem gewoon in de huiskamer neerzetten, naast de tv. We gaan er video's op zetten en kijken hoe het is om met HD-kwaliteit video te kijken. Maar dat ziet er gewoon allemaal perfect uit. Even nog de New York Times pakken. En dubbelklikken. Prachtig. Fullscreen. Even terug naar het nieuws. Dit is een gratis versie, dus de editor's choice. En het ziet er gewoon, makkelijk, ziet er makkelijk uit. Foto's mooi te bekijken. Ja, snel, makkelijk, eenvoudig. Prachtig scherm. Fantastisch batterijenleven. Dit is gewoon de manier waarop een tablet eruit moet zien. En ik ga nog eens even verder kijken naar alle andere applicaties. Want er is veel te beleven in de iPad-wereld. Ik denk dat het wel een blijvertje is. Ik denk dat ik hem wel hou.